in de brouwerij in Leeuwarden? Want ben jij nog steeds bezig? Ja, daar ben ik al een maand of acht bezig eigenlijk. En ja, dat is nou ja, nadat nu een beetje zijn eind. Hè. We zijn nu met allerlei kleine opdrachten bezig. Maar de grote plafondschilderingen die daar zaten, die hebben we gerestaureerd. Die zijn helemaal klaar. Mm-hmm. We zijn nu nog bezig met een hele grote muurschildering. Dat is, dat is wel mooi eigenlijk. Want wat we daar doen is natuurlijk restauratie, conserveren. Het is behouden van wat er zat. Er zit een stukje restauratie in. Dus het bijwerken van een plafondschilder. Er zit een reconstructie in. Dat is eigenlijk de derde fase van restauratie. Ik heb drie fases van restauratie. En dan komt er ook nog een kunstschildering bij. Dus we krijgen ook nog kunst. Dus eigenlijk, en we hebben oude marmerimitaties gedaan. Nou, dat is eigenlijk wat in het vak voorkomt. Vanaf het ambacht, van het klassieke ambacht tot restauratie tot kunst, zit in dat pand. Nou, hoe mooi is dat? Lopen door de gallery zich samen. Oh ja, mooi. Dus dit zijn ook een schilderij van... Schilderij van ons samen, ja. Sommige van ons, sommige van anderen. Maar dit is een schilderij dat we samen gemaakt hebben ook. Dit is een schilderij van Gabrielle. Die is ook heel erg bezig met portret en model. Ja. Nou, hier hebben we nog een andere voormalig decoratieschilder, Pascal Andar. Die hebben we hier ook in expositie. Oké, die komt van de Salongroep. Dit is Rijn Pol. Ja. Nou ja, hier ook Gabrielle weer. Ja. En zo werken we naar onze hoek waar we nu aan het werk zijn. En dat is dit gedeelte. Dit is... hier zijn we bezig met de tweede wandschildering. Ja. De eerste hangt daar een beetje hoek, dus één deel daarvan. Die hebben we alleen nog maar omdat het een soort van verbinding moet hebben, die twee. Daar zitten wel ruimtes tussen. We maken eigenlijk het verhaal, dat is een schilderij van Mesdag, dat is een Mesdag geïnspireerd schilderij. Dat is een heel groot tafereel, daar hoort nog een helft bij hoor. Ja. En dan gaan we over in het boerenleven, dus van het zee, het land, het boerenleven. Hier komen nog wat koeien in de mei en er staan ook enkele gebouwen van Leeuwarden, al bekende gebouwen van Leeuwarden hebben we hier gemaakt. Er komt ook al iets van steampunk in, daar komt de eigenaar op te staan op een aantal vaten, die rolt zo'n aantal biervaten vooruit. Steampunk, dat is de sfeer die we gaan maken. Dat is een beetje industrieel, toekomst, science fiction, achtige, maar met heel veel rook en mist en nevel en een beetje spannend mystiek sfeertje. Hoe schrijf je dat? Steampunk. Oké, dit is natuurlijk de overgang daarin, dit is de tweede tafereel. Dat is nog wel redelijk normaal, zeg maar. Wel dreigend, de lucht wordt wel dreigend en zwaar. En de kleuren moeten vrij zwaar zijn, omdat de plafonds zijn ook vrij zwaar, dus we moeten niet gaan concurreren. Dus we moeten een soort. Een derde tafereel wat dan is meer. Ja, daar zie je nog meer huizen en gebouwen, veel meer stadsleven zie je daar al. Er komen ook daar meer mensen in. En daar zie je ook wel meer industrie en science fiction-achtige gebouwen, vreemde vormen, industriële gebouwen. En in het vierde tafereel is het allemaal feest en party en daar zul je ook robots in zien en daar gaat van alles in gebeuren. Dus het is een soort toekomst. Dus je ziet eigenlijk, je wandelt eigenlijk door de wereld van Leeuwarden met herkenbare gebouwen. Ja. Wat telkens meer verandert in de brouwerij, die daar ook verderop echt zit. Ze hebben een hele grote brouwerij, een bierbrouwerij. Die zie je ook een beetje terug en uiteindelijk wordt er één groot feestgedruis en donker en een beetje spannende sfeer. Gaat het dan, simpel gezegd, van verleden naar toekomst? Een beetje wel, ja. Met iedere keer proberen we linken te maken naar de kunstenaars die er hingen, zoals Israëls, Mesdaags. En dat hebben allerlei prachtige grote namen, hingen daar vroeger ook echt in dat pand. Ja. Dus we proberen daar een beetje naar te linken door een beetje in die sfeer hier en daar schilderijen te maken. Kijk, we kunnen het hier maken, we kunnen hier alle rust maken en het voordeel daarvan is dat we het tot allerlaatst kunnen inlijmen. Ja. Dus dan hebben we geen beschadigingen meer, niet dat alles nog helemaal, want er moet nog zoveel gebeuren daar. Er zijn nog zoveel werkzaamheden die er gaande zijn. Als we nu daar gaan schilderen, dan is de kans vrij groot dat het kapot is voordat de zaak open is. En het mooie is natuurlijk dat je dan alles af hebt en dan in één dag lijmen we alles erin. En dan heb je ook wel een sensationeel gebeuren natuurlijk. Hè? De wandschilderingen komen op de eerste verdieping over de gehele wand, yes. Waar je straks lekker kan eten. We hebben hier natuurlijk unieke schilderingen, een paar waren in een hele mooie staat, een paar waren in een hele slechte staat. Vakwerk wat Randolph doet, uitmuntend. Wat vind je zelf de mooiste? Qua sfeer vind ik die achterkamer het mooist, qua kunst en qua kwaliteit van kunst vind ik deze hier in de voorkamer waar we nu onder staan. Die nu boven ons. Die hier nu boven ons zijn. Is juist bijzonder? Deze is gemaakt door een rijtuigschilderaar. Hè. En hoe langer je hier naar kijkt, hoe meer kleine details je ziet. De verfijning
ja, waar dit mee gemaakt is, is uniek. Ja, en deze is zo enorm opgefrist. Deze, nou ja, kon je zien dat er binnen vroeger behoorlijk gerookt was. Dus heel veel nicotineaanslag en deze was in hele slechte staat. Ik heb de laatste foto's nog bekeken hoe het was toen ik hem vond. Dus ja, uniek wat hier gebeurd is.